Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerplaatsa.nl. De meeste wolken vinden we vandaag boven het westen en het noorden van Europa. In Frankrijk en in het Alpgebied en in het zuidoosten van Europa zijn minder wolken, is meer ruimte voor de zon. En het weer daar hangt samen met een hoge drukgebied boven Frankrijk. Het bepaalt daar de komende 24 uur het weer. En in het noorden, daar ligt een lage drukgebied tussen IJsland en Schotland in. En daardoor is het ook wisselvallig op de Britse eilanden, trekken daar storingen voorbij, maar ook richting Denemarken en het zuiden van Scandinavië is het wisselvallig. In onze omgeving hebben we vanavond opklaringen, maar kan er ook nog een enkele bui vallen en de temperatuur die schommelt tussen de 17 en de 20 graden bij een matige westelijke wind. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het klaart soms op. Lokaal is kans op een misbank en de temperatuur daalt verder naar 12 tot 14 graden. En morgen ziet het er best aardig uit. Er zijn wolkenpartijen, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd. Plaatselijk is de bewolking wat dikker en lokaal kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar veel stelt dat niet voor. En de temperatuur ligt in de middag tussen de 20 en de 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Zondag wordt het nog iets warmer. Het wordt 24 tot 28 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar verder landinwaarts is ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanaf maandag gaat de temperatuur weer naar beneden. Op dinsdag ligt de temperatuur rond de normale waarde van 21 graden. Het is tamelijk wisselvallig met een mix van zon, wolken en elke dag een bui. En als we dan naar de temperatuurverdeling kijken voor de komende 15 dagen, dan zien we de piek van de zondag met de zomerse warmte, maar daarna gaat de temperatuur naar beneden, krijgen een aantal koele dagen, maar richting het volgende weekend wordt het geleidelijk aan weer warmer. Ik ben Diana Woei van Weerblazen.nl.